Wat een opmerkelijke plek is Radio Kootwijk. Verstopt in de Veluwe, tegen de Hoge Veluwe aan. Tussen alle heides. Want daar ligt dan een dorp met die rare naam Radio Kootwijk. Waar een gebouw centraal staat, midden op de hei. Dat heel erg doet denken aan de voormalige Sovjet-Unie. En nogal potsierlijk grijze betonnen gebouw. Dat als radiostation gediend heeft voor telecommunicatie met Nederlands-Indië. Daaromheen is dus een dorp ontwikkeld voor medewerkers van dat radiostation. En die hebben hier prachtig gewoond tussen de bossen. Er wonen nog steeds mensen overigens. Volgens mij floreert het niet zoals het destijds gedaan heeft. Het schijnt dat er heel erg veel activiteiten geweest zijn. Nu kun je er weinig bij voorstellen dat er volop leven is hier. Je ziet vier onder één krap, of veel meer onder één krap, arbeidswoningen hier op een rijtje gewoon midden in de bossen. En dat is op zich is dat een heel vreemd gezicht. Het is ook een vrij ruim opgezet dorp. Gebouw A, het centrale gebouw, ligt helemaal aan de andere kant van het dorp en de weg daartoe is behoorlijk wijds en open. Er is veel recreatief bezoek. Er wordt veel gefietst hier. En daar kan ik me ook wel een hoop bij voorstellen. Eerder gezegd, want het is een prachtige plek en op een mooie dag als vandaag is het natuurlijk gewoon genieten hier in de natuur. Langs dat rare monument van Radio Kootwijk.